Vandaag geef ik antwoord op de vraag van Aafke. Aafke vraagt zich af dat als wanneer ze eieren heeft gegeten, of het dan verstandig is om daar spoedig na nog een keer eieren te eten. En dus regelmatig de stoffen welke aanwezig zijn in eieren, waaronder het stofje cholesterol, welke aanwezig is in de dooien van de eieren, of het wel verstandig is om dat regelmatig met je voeding binnen te krijgen. Vandaag een antwoord op deze vraag van Aafke. Iedereen, dus ook jij Aafke, maar ook iedereen die dit filmpje kijkt, heeft cholesterol in diens bloedbaan. Dit is nodig, want activiteit vindt de hele dag door plaats. Stofwisselingsprocessen vinden de hele dag door plaats. Stofwisselingsprocessen moeten gereguleerd worden door hormonen. Nu zijn er peptidehormonen in je lijf, maar ook steroïdhormonen. Deze steroïdhormonen, zoals jouw geslachtshormonen, de hormonen oestrogeen, progesteron en testosteron, maar ook stresshormonen, cortisol en hormonen welke de vochtbalans in je lijf reguleren, de vocht- en elektrolytenbalans, aldosteron, bezitten allemaal een cholesterolskelet. Wanneer cholesterol niet aanwezig zou zijn in je bloedbaan, dan kunnen je hormoonproducerende cellen kunnen niet voorzien worden in hun bouwstof en kunnen deze hormonen niet geproduceerd worden. Zal er een disbalans in jouw lijf ontstaan, dus dat is niet mooi. Cholesterol is ook een noodzakelijk bestanddeel van jouw celmembranen. Wanneer cholesterol niet aanwezig is in jouw bloedbaan en jouw cellen niet voorzien kunnen worden in nieuw cholesterol, waarmee ze geschaad cholesterol in jouw geschaarde celmembranen kunnen herstellen, ook dan gaat het niet goed met de balans in je lijf en jouw gezondheid. Dus cholesterol in jouw bloedbaan is heel belangrijk. Gelukkig heb jij cholesterol in je bloedbaan. Dit cholesterol wordt getransporteerd met behulp van eiwitten. Lipoproteïnes worden deze genoemd. Het cholesterolgehalte in jouw bloedbaan, geregeld worden door lipoproteïne-receptoren. Er zitten receptoren op jouw celmembranen welke de transporteiwitten voor vetachtige stoffen zoals cholesterol, de lipoproteïnes, op kunnen nemen in jouw cellen. Deze receptoren worden, inclusief die lipoproteïnes, dus ook de receptoren zelf, worden middels een proces genaamd endocytose opgenomen in jouw cellen, zodat cholesterol als bouwstof kan dienen van steroïdhormonen en of van een geschaarde membraan. Zo zal cholesterol, welke in jouw bloedbaan terechtkomt, ook wel dalen als het dus opgenomen wordt in jouw cellen. Enkel en alleen wanneer jouw cellen niet voorzien worden in de bouwstoffen waarmee zij hun celmembranen, inclusief deze lipoproteïne receptoren op hun celmembranen kunnen herstellen, dan kan het cholesterol in jouw bloedbaan niet opgenomen worden in jouw cellen, kan deze te lang in jouw bloedbaan verblijven, kan deze gaan oxideren en dat wil jij niet. Geoxideerd cholesterol in jouw bloedbaan, geoxideerde lipoproteïnes in jouw bloedbaan, dat kan tot vaatvernauwing en schade aan jouw vaatwanden leiden. En dat willen we absoluut niet. Kan de consumptie, de regelmatige consumptie van voeding waarin cholesterol aanwezig is, zoals eieren waarin cholesterol aanwezig is in het dooien van het ei, kan dat zorgen voor een verhoogde cholesterolgehalte in jouw bloedbaan? Ja, dat kan het wel, maar dat hoeft helemaal niet. Want, hoe moet je het zien? De hele dag door is jouw lever de lipoproteïnes aan het vormen welke cholesterol transporteren door jouw lijf naar de plek van bestemming. Jouw lever kan daar cholesterol uit jouw voeding, zoals cholesterol uit jouw eieren, voor benutten. Maar wanneer er geen cholesterol in jouw voeding zit, ja, dan gaat jouw lever gaat zelf cholesterol vormen. Dat kan jouw lever namelijk, want cholesterol is een niet-essentiële stof. En dat wil zeggen dat jouw lever die zelf kan vormen. Dus ook al zou jij geen cholesterol in je voeding hebben, dan zal toch cholesterol geproduceerd worden door jouw lever en in lipoproteïnes vervoerd worden door je bloedbaan.
Betekent dat dat je dan een vol cholesterol gehad hebt? Nee hoor. Alleen wanneer de receptoren voor die lipoproteïnes op jouw celmembranen niet hersteld kunnen worden naar schade. Wanneer jouw cellen niet voorzien kunnen worden in de bouwstoffen van deze receptoren en de bouwstoffen van jouw celmembranen. Je hebt alle essentiële suikers, alle essentiële aminozuren en alle essentiële vetzuren nodig in jouw voeding en vervolgens jouw lijf om jouw cellen te kunnen voorzien van die stoffen welke een verhoogd cholesterolgehalte kunnen voorkomen. Welke ervoor kunnen zorgen dat het celmembraan van jouw cellen hersteld kan worden na schade en de receptoren, de lipoproteïne receptoren op jouw celmembranen ook hersteld kunnen worden. Zodat het cholesterol in jouw bloedbaan, wat dus echt wel in jouw bloedbaan moet zijn, ook opgenomen kan worden in jouw cellen om steroïdehormonen te kunnen vormen of jouw celmembranen te kunnen herstellen. Cholesterol kan jouw lever dus vormen, maar de proteïne waarmee cholesterol vervoerd wordt, kan jouw lever niet vormen zonder essentiële aminozuren. Zorg dus voor een bron van essentiële aminozuren. Als je eieren eet, heb je daarvoor gezorgd. Tenminste, als je die eieren niet te sterk verhit. Want eieren zijn dierlijke eiwitten welke alle essentiële aminozuren bevatten. Alleen, wanneer jouw lichaam niet voorzien wordt in essentiële suikers, welke bijvoorbeeld aanwezig zijn in verse groenten, bij naast de eieren welke jij consumeert, dan kan de zuurtegraad in jouw spijsverteringskanaal verstoord raken, kan jouw darmflora verstoord raken, kan de spijsvertering van jouw eieren verslechteren. Dan kan het betekenen dat het transport van aminozuren jouw lijf in niet goed mogelijk is. En ja, dan kan disbalans in je lijf ontstaan. Kunnen de receptoren voor de lipoproteïnes kunnen niet hersteld worden. Ook cholesterol welke door jouw lever gevormd wordt, kan niet getransporteerd worden. En dan kan een verhoogd cholesterolgehalte kan ontstaan. Wanneer jouw voeding geen essentiële vetzuren, dat zijn de vetzuren omega-3 bevat. Ook dan kan jouw spijsvertering verslechteren. En kan de opname van cholesterol, maar ook de essentiële aminozuren in jouw eieren kan niet goed verlopen. Ook dan is het transport van cholesterol niet goed mogelijk en is ook het herstel van receptoren op jouw cellen niet goed mogelijk. Ook kan, wanneer je je eieren niet combineert met verse groenten regelmatig, kan het cholesterol in jouw bloedbaan oxideren door een tekort aan antioxidanten. Dat wil je ook niet. Ook wanneer je voeding geen bronnen van omega-3 en 6 vetzuren bevat, zoals vette vis, notenzaden en pitten in onverhitte toestand, kan het antioxidant vitamine E ontbreken. Ook dat kan maken dat het cholesterol in je bloedbaan, of jij nu eieren hebt gegeten of niet, kan oxideren. En dat wil je dus niet. Dus als antwoord op jouw vraag, Aafke, of de regelmatige consumptie van eieren, of dat kwalijk is en of dat tot een verhoogd cholesterolgehalte kan leiden? Nee, niet zozeer zolang jij die eieren combineert met stoffen welke de vertering van jouw eieren goed mogelijk maakt, het transport van het cholesterol in die eieren goed mogelijk maakt, de receptoren op jouw celmembranen intact helpt houden, zodat het cholesterol wat al in jouw bloedbaan zit en ook het cholesterol in de dooien van je eieren ook op de plaats van bestemming aan kan komen en niet zal gaan oxideren in jouw bloedbaan en tot vaatvernauwing en vaatverharding zou leiden. Op die manier hoeft de regelmatige consumptie van eieren helemaal niet nadelig te zijn. Maar ga dus wel deze combinaties maken en ga je eieren niet te sterk verhitten. Oké? En jij die dit filmpje kijkt, ga je daar ook rekening mee houden?